Ja, Keje, wat is dit voor dag? Dit is een zwarte dag in de historie van FC Volendam. Zo kunnen we het wel bestempelen, denk ik. Ja. Wat vind je van het besluit van de RVC om het bestuur te ontslaan? Krankzinnig. Een ander woord heb ik er niet voor. En ik zal je vertellen, 16 november is er 6 uur lang vergaderd en zijn de plannen ontvouwd, laat ik het maar zo zeggen. Geweldige presentatie geweest toen van Jasper en Ruben. Ze waren enthousiast en 5 dagen later komt er een brief dat ze toch niet akkoord gingen met onze plannen. De plannen om van FC Volendam een structurele eredivisieclub te maken. En nou ja, daarin schreven ze ook meteen, en aangezien jullie gezegd hebben dat jullie dan zouden opstappen, dan vernemen we dat graag. Nou ja, toen dat ze merkten dat er een beetje terugtrekkende bewegingen waren wat dat betreft, toen gingen ze binnen 5 dagen over tot ontslag van het bestuur, het voorgenomen ontslag. Nou ja, dat zegt al genoeg. Weet je, dat. En als ik nu begrepen heb van wat meneer Veerman vanmorgen allemaal tijdens die persconferentie gezegd heeft, en dan met name over Jan Smit. Nou ja, ik ben getuige geweest de afgelopen 6 jaar van de bijdrage die Jan heeft geleverd aan deze club. De laatste jaar als voorzitter. En ja, er is gewoon geen betere voorzitter denkbaar voor FC Volendam. En ik heb ook gezien met wat voor een passie en hartstocht hij dat heeft gedaan. En als je dan de maat genomen wordt door Jaap Veerman, met alle respect, het spijt me geweldig, maar dat is voor mij een brug te ver. Ja. Ja, Veerman noemde ook van dat Jan Smit tegen hem heeft gezegd, nu is het oorlog. De bijeenkomst in de Jozef was nog maar het begin, nu wordt het veel erger. Dat zijn toch ook niet teksten die bij een goed voorzitter horen, toch? Nee, maar ik denk dat Jan dat natuurlijk ook in zijn emotie even heeft geroepen. En nou ja, die emotie die is inmiddels helemaal weg natuurlijk. En zo moet je dat ook plaatsen. Jan die voelde zich ook met de rug tegen de muur gezet. En die heeft nooit, en dan ook nooit, van de RVC heeft dit bestuur, hè, met alles wat ze gedaan hebben, Team Jonk ook, nooit enig compliment gekregen van de RVC. Het was alleen maar kritiek en dit moet anders en dit moet beter. Maar als we terugkijken, Milan, 5 jaar lang, we stonden in de kelders van de KKD. We konden de supporters of de toeschouwers op vrijdagavond een hand geven op de hoofdtribune. En nu zit het stadion helemaal vol. We spelen in de Eredivisie en het is nog lang niet daar waar we willen, want we willen nog veel verder. Maar je kan toch niet Jan Smit en die andere bestuursleden en Team Jonk verwijten dat ze het verkeerd gedaan hebben. Dat slaat echt helemaal nergens op. Nee. Aan de andere kant zegt de RVC, ja, op dat gebied gaat het natuurlijk goed, stadion vol prestaties. Alleen er zitten te veel financiële risico's aan, dat is hun verwijt. Ja, maar hij heeft 2 weken geleden, als voorzitter van de RVC, of 3 weken geleden, heeft hij de jaarrekening van het vorige seizoen heeft hij voor akkoord getekend. De KNVB, die via de licentiecommissie over de schouders meekijkt, dat weten we allemaal, die heeft ook zijn fiat gegeven. En we weten dat er een tekort is, alleen de komende jaren komen de gelden binnen van Murkin, van Mickey van der Ven en van Karel Eiting. En ik heb gisteren nog even aan de penningmeester gevraagd, hoe is nu de stand van onze bank? Dat vind ik altijd een mooi symbool. Hè? Daar kan je aan aflezen hoe de situatie is. Die is 2,4 miljoen positief. Dus het nieuwe bestuur, chapeau, nieuw bestuur. Jullie zijn voor het eerst in Volendams historie, zijn jullie in staat om straks te gaan besturen met een portefeuille van 2,4 miljoen. Ja. Positief. Dus ik denk, als advocaat, I rest my case, zou ik zeggen, als ik bij de rechter stond. Wat zij wel zeggen is, ja, dat komt met name door Mickey van der Ven. En stel dat hij nou een blessure had opgelopen, of er was iets anders gebeurd, of Wolfsburg had een andere speler verkocht, of Tottenham had een andere speler gekocht, bedoel ik eigenlijk. Dan waren deze inkomsten niet geweest. Zij vinden het te veel risico. Ja, als de lucht nu valt, hebben we allemaal een blauw pet. Weet je, wat is dat nou voor onzin? Als Mickey van der Vende niet was geweest. Als Wim Jonker niet was geweest, dan waren we niet in de Eredivisie terechtgekomen. Weet je, zo kan je nog wel een uur aan de gang blijven. Is het een beetje een klassieke discussie tussen aan de ene kant mensen die risico willen nemen om Volendam hoger op te brengen, en aan de andere kant een behouderende visie die kijkt naar wat er binnenkomt en op de centen let. Moet het zo een beetje zien? Ja, maar je dacht toch niet dat wij, laat ik zeggen, bijzondere risico's zouden gaan nemen.
We hebben dat elke keer afgestemd, zowel, want dat kan ook niet meer. Hè? Want je wordt tegenwoordig gecontroleerd door de licentiecommissie. Dus we hebben elke keer met onze investeringen, met onze stappen, hebben we dat in overleg gedaan met de RwC. En elke keer ook werden we gecontroleerd door de KNVB. Ja. En natuurlijk willen deze mensen ook niet straks, weet je, op hun geweten hebben dat de club naar de Filistijnen gaat. Natuurlijk niet. Nee. En daar zit ook een penningmeester in. En we hadden accountants op de achtergrond. Dus onzin allemaal. Het andere punt was dat de RwC eigenlijk een onafhankelijke algemeen directeur en een onafhankelijke technisch directeur wilde. Waarom wilde het bestuur en Team Jonk dat niet? Nou, dat in de praktijk is juist gebleken, en daar hebben we diverse voorbeelden van aangehaald, dat op het moment dat de technisch directeur onafhankelijk, hè, zoals ze dat dan noemen, worden van de trainer, dan krijg je conflicten en tegenstellingen. Ik heb veel liever dat de technisch directeur juist wel op één lijn zit. We hebben bij Ajax toch gezien waar het toe geleid heeft. Dat is dan in de top van Nederland. Ja. Je moet juist een technisch directeur hebben. Ten Hag was twee handen op één buik met Mark Overmars. En dat was het succes. Dat was ook het geheim van het succes. En of daar nou onafhankelijkheid was of niet, je moet ervoor zorgen dat de trainer gewoon heel goed kan samenwerken met de technisch directeur. Ja. En de onafhankelijke algemeen directeur dan? Ook onzin. Dat is ook gebleken. Het laatste voorbeeld was Groningen weer met Gudde. Die was onafhankelijk algemeen directeur. Exit. Nou, ik kan een hele lijst noemen van de afgelopen jaren. Ja. Is helemaal niet nodig. Je moet zorgen voor een goed team. Een directieteam. En dat hadden we vorig jaar. En daar is nu een scheuring in ontstaan. Ja. Volendam staat er niet echt goed op, hè, in Nederland. Volendam staat er wel goed op in Nederland. Maar in Volendam is inderdaad altijd iets aan de hand. En dat heeft ook te maken met de kleurrijke figuren die hier rondlopen. Zoals Jan Smit. Ja. Weet je, die trekken aandacht. En wij hadden dat toen bij Ajax in de tijd met Johan. Johan trok de aandacht. En dan gaat het over de club Ajax, nu gaat het over de club Volendam. Maar per saldo gaat het eigenlijk om de mensen. En in dit geval Jan Smit, die alle aandacht trekt. Hoor ik nou Jan Smit en Johan Cruijff in één zin? Ja, de een is nationaal een beroemdheid en die ander was ook internationaal een beroemdheid. Maar dus een beetje het verschil tussen Volendam en Ajax misschien? Ja, precies. Dat is inderdaad Ajax, de grote internationale voetbalclub. En Volendam het kleine dorpje. Hè? Dat moeten we ook met z'n allen niet vergeten. Nee. Zo'n klein dorpje dat toch in staat is om, hè, ik denk dat we 17.000, 18.000 mensen hier hebben wonen. Maar we spelen wel in de Eredivisie. Wie kan ons dat nazeggen? Maar dat moddergooien over en weer, dat is wel lelijk geweest toch de afgelopen tijd? Ja, ik begrijp ook niet wat Jaap heeft bewogen om dit allemaal vandaag naar buiten te brengen. En om met name Jan Smit zo af te rekenen. Terwijl ik weet wat Jan betekend heeft de afgelopen. En dat zullen ze ook wel merken de komende jaren. De mensen die het overnemen. Hoe hij gemist gaat worden. Tot slot, wat betekent dit voor de toekomst? En de toekomst van Team Jonk in Volendam? Dat weet ik niet. Daar gaan we dit weekend rustig over nadenken. En met elkaar bespreken. En ja, dat komt ook nog wel naar buiten wat daar staat te gebeuren. Dat moeten we afwachten. Ja. Maar ik, Team Jonk is zo verbonden aan Jan Smit en aan het beleid hier in Volendam. Dit lijkt me toch onhoudbaar in de toekomst. Weet ik niet. Daar kan ik niks over zeggen. Dat moeten ze zelf besluiten. Ja. Wat betekent het voor je eigen toekomst hier? Want je komt hier vaak. Ik kom hier zeker 3 keer in de week en ja, dat zal ook afgelopen zijn. Ik voelde me zeer nauw verbonden met Jan en met deze bestuurders. En zeer nauw verbonden met Wim, Jasper en Ruben. En dat komt tot een einde. Dus ik zal ook afscheid nemen. Hoe moeten we dat voor ons zien? Nou, dat ik direct wegga en dat ik hier niet meer terugkom. Nooit meer? Waarschijnlijk nooit meer, nee. Nee, maar, want terwijl je je wel verbonden voelt aan Team Jonk ook. Jawel, maar dat moet ik afwachten. Wat Team Jonk gaat doen, daar kan ik niks over zeggen. Ja, maar jij zal niet meer de komende tijd in het stadion van Volendam te zien zijn? Nee, dat is geweest. Maar dat is ook pijnlijk. Ja, maar je hebt tegenwoordig ESPN, geloof ik, heet dat, hè? Wij zenden alles uit van Volendam. Daarom, dus... En volgend seizoen ook in de keukenkampioendivisie? Of zeg ik nu iets vervelends? Nu zeg je iets vervelends. Dat moeten we allemaal afwachten. Want ik geloof nog steeds in Matthias Kohler als coach. En ik geloof in die jongens. En ik geloof ook in Team Jonk.
weet je, dat die in staat zijn om Volendam dit jaar in de Eredivisie te houden. Ondanks het bestuur. Ja. Maar een soap, ja, dat is het wel. Het is een soap, maar ik hoop dat die nu afgelopen is. Ja, kijk, nu was ik op die informatieavond in de Jozef en daar vertelde Jan Smit zelf dat hij een garantstelling had van 1,2 miljoen. Daarvan zei Jaap Veerman vandaag, ja, die was er helemaal niet. Hoe zit dat nou? Nou, daar is gewoon een document van. Dus ik begrijp helemaal niet dat Jaap dat durft te zeggen. Denk je dat Jan dat zomaar roept op de Jozef met camera's en iedereen erbij? Jan is ook niet achterlijk, er is gewoon een document van. En de vorige penningmeester, dus ik begrijp ook niet zo goed dat Jaap Veerman dat in het openbaar geroepen heeft. Want de vorige penningmeester die heeft dat nog eens een keer aan hem bevestigd. Dat er zelfs een schriftelijk document van is. Dus onzin.